Oh, ik heb nou toch weer een eng ding voor me. Hey Harry, wil jij ruilen? Yes. All I need now is, huh? Ah, you did it! Listen, the purpose of this tower was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done, come find me in the High Alchemist's quarters. Good luck. Oké, ik had weer een cutscene. Ik heb een soort tandwielensysteem. Ja, ik heb hier allemaal pijpen lopen. Met cijfertjes erop. Heb jij ook bepaalde kleuren daar zo? Met name rood-oranje-ish, blauw-paars-ish en groen? Nee, ik heb alleen maar een soort van 5 afbeeldingen met ladders erop en allemaal tandwielen. Je kijkt trouwens even verder, want het is best een grote ruimte. Ik heb nu een of andere oven gevonden of zo. En iets van een ketel. Oh, ik heb hier waarschijnlijk dingen gevonden die heel belangrijk zijn. Iets met kleuren. Heb jij iets van theezakjes of zo daar? Nee, ik heb niks van theezakjes. Het is echt gewoon puur allemaal soorten pijpen wat ik hier heb. Ik heb het gevoel dat je die kleuren moet mengen of zo. Want ik heb hier één bladzijde met een soort van theezakjes plus een kleur maakt een afbeelding. En ik heb een ander boek waar staat geel wordt groen en dan groen wordt een... Wordt iets anders in het groen. En geel wordt rood en een of andere plant wordt rood. Ja, ik heb hier allemaal bronzen pijpen lopen. Die lopen naar 3 vaten toe met 3 verschillende kleuren. En al die pijpen hebben doorgangen uit het plafond en uit de vloer met een cijfer erop. Ja, de enige 2 hendels die ik hier kan overhalen is blauw en geel. Wat gebeurt er als je dat doet? Dan komt er een gele gas vrij in mijn kamer. Nee, ik heb hier een soort verfton. Die kan ik wel... daar kan ik 2 dingen in zetten. En daar kan ik dan iets van maken. En ik heb hier ook een ander soort apparaat waar ik dingen in kan zetten. Maar ik weet niet zo goed wat ik er dan in moet zetten. Ik heb nou de blauwe zo kennen direct, om het zo te zeggen. Dat hij naar de 3 tonnen toe loopt. Maar er gebeurt niks. Heb jij toevallig daar iets van een karretje of zo, een minecart, waar je iets in kan zetten? Dat heb ik niet. Ik heb nou wel op een manier blauw en geel gemengd en nu is mijn gas groen. Ik heb hier niet ergens nog meer pijpen leggen of zo, hè? Ik zal ook even die lijst aan je voorlezen. Ik heb een zakje met een roze vrucht plus rode vloeistof is roze vrucht. Ik heb een zakje met een blauwe vrucht plus gele vloeistof is blauwe vrucht. Ik heb een zakje met paars-gele vrucht plus paarse emmer is paars-gele vrucht. En ik heb gele vrucht zaadjes of zakje met gele vrucht plus groene vloeistof is gele vrucht. Nee, ik heb hier echt helemaal niks met vruchten.
Oh mijn god, ik heb een geheime doorgang gevonden. Oké, ik heb hier heel veel buizen. Ik heb buizen met nummers erop. Zegt jou dat wat? Ja, mijn buizen hier hebben ook nummers. 1 tot en met 7. Ja, dat heb ik ook. Dus dat heeft sowieso met elkaar te maken. En ik kan ze... door een lever kan ik vuur aanzetten. En dan kan ik het rond laten draaien. Maar verder weet ik ook niet zo goed wat de bedoeling is. Oké, wacht even. Ik ga nu weer proberen die groene gas te maken. Dat die in die ton komt. En dan moet jij even de vuur aanzetten. Kijk wat er dan gebeurt. Dus ik ga hem weer even proberen te connecten. Ja, er gebeurt hier wat. Ik zie de blauwe ook. Ja, oké. Er gebeurt in ieder geval wel wat. Hij is weer verbonden met groen. Alles is groen bij mij. Ja, bij mij is ook alles groen. Het vuur wat ik door die lever kan laten gaan, dat is rood. En dat kan ik niet aanpassen qua kleur. Wacht. Wat ben je nu aan het doen? Want mijn drukmeter gaat omhoog. Kijk, ik zie die vlammetjes wel, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Jij kon toch een hendel overhalen om vuur te creëren? Ja, die heb ik nu, die doe ik nu er weer uit. Jij kan jouw pijpen ook niet op een manier verbinden of zo, of draaien of iets in die richting? Ja, ik kan wel draaien, maar dan gebeurt er niks. Oh jawel, nu wordt hij geel. Ja, nee, dat komt omdat ik nu net de blauwe uit heb gezet. Ah. Ja, nu heb ik blauw. Ja, bij mij is het ook allemaal blauw. Ik snap er echt helemaal niks van. Ja, maar die barrels vullen bij mij ook gewoon niet bij. Dus ik snap het einddoel ook niet. Ja, want ik heb hier wel 3 cirkels tussen mijn buizen zitten die ik rond kan draaien. Dat wel. Heb jij dan nergens pijpen leggen wat jij daarin kan zetten? Nee, misschien dat die boven nog liggen. Want ik heb in mijn kamer losse pijpen kunnen oprapen en die kan ik daartussen zetten namelijk. En dan kan ik draaien. Ja, dat was exact de bedoeling. Ik denk dat er boven nog een ligt, die ga ik even pakken, maar ik had net een pijp gevonden. Oké, ik heb 2 pijpen, Paddy. Ik ga nu kijken of ik daar wat mee kan. Ik heb nu rood gas. Ja, die komt vanuit mij. Oké. Wacht, dan moeten we waarschijnlijk jouw rode gas en mijn blauw gas combineren voor paarse gas. Dat zou zomaar kunnen. Alleen dan moeten we kijken, want ik heb nu paars gas. Ja, ik heb nu paars gas wat doorloopt naar mijn tonnetjes. Maar hij vult niet bij. Misschien dat jij een vlammetje moet aansteken of zo? Ik denk dat ik nog een derde puzzelstuk nodig heb. Want weet jij wat jij met die kleur moet, zeg maar? Ja, want ik heb 3 tonnen aan het eind staan van paars, oranje en groen. Oké, en dan denk ik zomaar dat buis 1, 2 en 3 voor... Zijn die voor paars of voor welke kleur zijn die? Sorry, die volgde ik even niet. Buis 1, 2 en 3, voor welke kleur heb je die nodig? Kan jij je rode gas weer aanzetten?
Die staat aan, alleen die kan ik nog niet naar je toesturen, want ik moet eerst weten welke kleur jij in 1, 2 en 3... Zouden ze allemaal tegelijk moeten? Of niet? Nee, maar dat is veel te veel. Toch? Ik heb nu, je nu paars gegeven als het goed is, klopt dat? Ja, klopt. Ik heb nu paars gas, maar er gebeurt eigenlijk niks met mijn tonnetjes. Maar hoe komt die bij die tonnetjes, zeg maar? Via die leidingen. Want die leidingen waar nu blauw doorheen gaat, die komen bij die tonnen. En zodra jij rood aanzet, dan worden ze paars. En dan komen ze alsnog direct bij die tonnen uit. En die meter van mij gaat nu op en neer door waarschijnlijk iets wat jij aan het doen bent. Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Ik denk dat ik nog ergens een pijp vandaan moet halen. Want ik denk dat ik gewoon een pijp mis. Heb jij er nog ergens een lekkage lopen of dat niet? Ja, ik heb de pijp gevonden die ik nodig heb. Ik denk dat ik nu snap wat de bedoeling is. Niet schrikken hoor, maar ik moet even wat weghalen. Welke kleur heb jij nou aanstaan? Want ik krijg hier ook geen blauw meer van jou. Ik krijg van jou ook geen rood meer. Nee, dat klopt. Mijn blauw gaat door 2, 3, 5, 6, 7 en 3 heen. Hij gaat eigenlijk door alles heen. Oké, heb je, klopt hij nu? Is hij nu goed? Klopt hij nu? Hij is inderdaad nu paars en mijn meter staat relatief hoog, maar nog niet op maximale capaciteit. Hoe is de capaciteit nu? Heb jij nu aan jouw kant ergens een lek zitten? Ja, op twee plekken. Kan je die proberen dicht te maken? Want misschien kom ik daardoor mijn druk tekort.
Mis ik dan nog er? Ik ga nog een keer kijken voor buizen, want met deze buizen kan ik het nooit lek dicht krijgen, zeg maar. Nee, volgens mij moet ik het echt met deze buizen doen, maar dan snap ik het denk ik gewoon niet. Heb jij nu helemaal niks openstaan? Nee, klopt. Ik heb dan helemaal niks openstaan. Ik ga mijn blauw openzetten. Als jij rood open wil zetten, dan gaan we even één voor één de dingetjes bekijken. Want ik heb nu al mijn buizen er terug uitgehaald. Ja, mijn rood staat de hele tijd open. Oh, omdat ik bij mij echt nergens rood eruit zie komen nog. Nee, dat klopt. Want dat komt omdat ik eerst daar buizen voor neer moet zetten. Oké, jouw rood komt bij mij uit nummer 1 zo te zien. Ken jij jouw... Ja, hou hem alsjeblieft zo. Zo is hij goed. Hoop ik. Heb jij nou nog ergens een lekkage zitten? Voor die paarse niet, nee. Oh, jawel, wacht, moment. Ja, mijn paarse barrel is nu vol. Dit is de truc. We moeten naar mijn barrel zien te begeleiden zonder lekkages. Dus paars is nu vol bij mij. Is het ook veilig om die er nu weer uit te halen dan? Oh, er is één uit, we kunnen het zien. Er is er één uit. Hij blijft vol, dus ik denk dat we goed zitten. Dan is de volgende oranje. Dus dan ga ik mijn geel openzetten en dan moet jij waarschijnlijk je rood openzetten. Ik heb alleen maar rood, dus dat is makkelijk. Kan jij jouw rood via 3 bij mij naar binnen laten lopen? Ik denk wel dat ik dat kan, moment. Als het goed is, komt hij nu bij 3 naar binnen. Heb jij nog lekkages aan jouw kant? Ja, maar dat kan niet anders, want jouw gele vlammetje komt uit 1. Kan je dat gele vlammetje ook uit een andere kleur laten komen? Kan jij je rode vlam dan door 1 laten lopen? Dat kan ik. Ik denk dat ik al zie wat er moet gebeuren, moment. Is goed, want ik heb... Ja, hij... Oranje is nu ook vol. We hebben alleen groen nog. En groen moet ik maken met mijn 2 kleuren. Oké, mijn rode is uit. Alleen ik moet ze wel hier met elkaar mengen. Dus dat ga ik nu doen. Yeah.
Oh, nu heb jij iets gedaan waardoor die door 3 komt. Dat, kan je dat uitzetten? Als het goed is, komt er nu groen bij jou door 2 en door 1. Dat klopt. Heb jij nou nog een lekkages bij jou die jij kan fixen? Ja,